Nou, we zijn hier in het huis vandaag om de Europa Run na te bootsen. We gaan in het Pinksterweekend lopen wij de Europa Run namens Team Almelopers. En vanavond doen we een avond- en nachttraining. Zo bootsen we de Europa Run na. We doen dan 2 etappes. En tussen de etappes door gaan de lopers en de fietsers nemen een 4 uur rust. En daarna gaan ze weer de etappe opnieuw beginnen. Het noordweer is een beetje losgebarsten hier in Twente, dus ik heb besloten als teamcaptain om de teams terug te laten gaan in de busjes, veilig terug te komen naar huis. Ze zullen hier dan een lekkere soep krijgen die de catering heeft gemaakt. Daarna kunnen ze lekker douchen en gemasseerd worden. Een korte nachtrust en om 4 uur gaat de wekker weer en dan gaan we weer op pad met z'n allen. Ja, we hebben allemaal ongeveer 5 keer 2 kilometer gelopen en het ging eigenlijk best heel goed. Het was een beetje wennen om elke keer dan weer te gaan starten en ook weer te stoppen en dan weer te zitten en dan het zweet dat je dan helemaal uitbreekt in het busje. Maar eigenlijk verder ging het best heel goed. Heb je een beetje vertrouwen gekregen in de daadwerkelijke Europa Run? Nou, zeker weten. Alleen al gewoon omdat het gewoon een hele toffe groep is om dit met elkaar te doen. Dus dat is al gewoon echt heel erg leuk. En weet je, aan de ene kant is het elke keer maar 2 kilometer. Dus dat valt wel valt mee. Maar ook als je gewoon ziet hoe goed het hier allemaal geregeld is met de catering en de massage tussendoor. En dat we lekker hebben kunnen douchen. Ja, dan is dat allemaal zo goed geregeld dat ik zeker weet dat dat wel goed komt.